Hey, niet doen. Het huis achter mij is het prankhuis. Dit is niet mijn huis, maar dit huis heb ik gehuurd om een paar hele normale filmpjes op te nemen met bekende YouTubers. Maar wat ze niet weten, is dat ze belanden in een verschrikkelijke prank. Het slachtoffer van vandaag is mijn grote vriendin Jultje Tieleman. Met 800.000 volgers op Instagram kan het niet zo zijn dat je deze schoonheid nog nooit voorbij hebt zien komen. Vandaag word ik vergezeld door 6 kinderen. Jullie gaan Jultje pranken. Nu is het wachten. Mijn kindacteurs staan ergens om de hoek. Jultje is iets later. En dan gaan we beginnen. Nee, ja, goed, dan weet ik weer waar ik sta. En wil je echt nog iets drinken? Water? Koude 30 euro per maand, doe normaal. Dan kun je toch niet altijd 6 gooien? Ja, probeer het. Dan mag ik toch ook even een keer makkelijker van afmaken. Ja, wij willen niks gaan doen. Dit is voor december. Ja, vandaar de prachtige kerstboom. Jij mag daar, Roos. Yo allemaal, het is nog steeds Kalsember, de maand waarin ik elke dag moet uploaden. Omdat je in december veel geld kan verdienen. Ik heb vandaag Jultje uitgenodigd. Wat fantastisch dat je er bent in mijn prachtige huis. Weet je wat we vandaag gaan doen? Nee. Het is Foute Vrijdag. Kijk, jij mag hier wat uit kiezen en dat moeten we dan doen. En het is eigenlijk allemaal een beetje sneu, maar dat maakt niet uit. Ja, die moet je kiezen. Oké. Okay. Je mag niet stiekem erop. Mag ik hem eraf halen of moet ik hem laten zitten? Trek hem eraf. Try not to love jealous. Oh my god. Het is echt kut, want ik lach echt nergens om. Nee, ik lach ook nergens om. Oh, dat is wel leuk. Are you ready? Yes. Wat win ik eigenlijk? Niks. Jultje. Zo'n dubbel? Ja. Twee van jullie zijn erachter gekomen dat wij hier zijn. En dan kloppen jullie aan. Hey jongens, hey. Kinderen uit van onze school zeiden dat je hier was, dus wij dachten misschien kunnen we op een foto. Allebei op een foto? Ja. Ja. Oké, okay, ja, is goed. Kijk, en dat wil ik zien. Doe de deur dicht en dan zeggen jullie. Hey jongen, we hebben gewoon een foto met Oranje. En je hebt toen kijken gaan. Hallo? Oh, jongens, hi! Mogen we misschien een foto? Mogen we misschien een foto? Oké, ja, hoe weet je dat je hier bent? Zo'n BN'er ook, hè, deze man. Ja, we hebben een paar kinderen van school die zeiden dat je misschien hier was. Oké. Ja. Niet doen vertellen, hè? Nee. Oké, jongens, doei! De leeuw. Oké, okay, dus als een hond omvalt. God. Ja, nu ben je echt een lul. Jullie gaan weer aanbellen en dan zijn ineens jullie erbij. Dus ik vind, met jullie vind ik het goed. Waarom moeten we daarna moeten jullie, want jullie zijn nog geweest. Daarna moeten jullie niet nog meer kinderen meenemen. Doe een briefje op met hier woont Calvin niet. Zoiets. Calvin is hier niet. Ik ben blij dat niet. Nee, wij hadden afspraken, maar. Oké, we gaan één foto maken, maar dan is het klaar. Als je dan nog een keer komt, dan doe ik sowieso niet mogen. Oké, goed. Ja? Ja. Dus, hè? Wat heb je met de reactie? Niet? Door vertellen. Niet door vertellen aan anderen. Ja. Maar foto's kan altijd. Als het niet aan het filmen was, dan kan het sowieso. Dat zei je net ook, niet door vertellen aan anderen. Twee minuten later. Hé, dank je. Hé, fijne dag, hè? Ja. Oké, doei. Mag geen kind van 10 slaan? Oké. Okay. Let's go. Wat de fuck deed jij? Ik wil het gewoon. Ik wil het gewoon. To be continued. Moet ik open doen? Nee. Ik heb dan dus foto's gemaakt met 4 van jullie. Dan denk ik, jullie komen niet meer terug, want we hebben het afgesproken. Wij zijn dan aan het filmen en dan gaat weer de deurbel. Hey, ja, we wachten zo. Ja, anders heel oneerlijk. Ja, perfect. Dit is perfect. Ander keertje misschien, maar niet nu. Ja? Ja. Oké, okay, doei. Dat was niet de afspraak, hè?
Maar dan over 10 minuten zijn jullie weer. Nee, ga even lekker naar huis. Als je een keer ergens anders ziet, dan is het goed. Maar dan kan zij er. Zeg gewoon nee, wat is je probleem? Nee, ik ga hem dit doen, ja? Nee. Niet maar aanbellen. Ook echt nee zeggen en niet. Stopcontact. Ze zeggen ook echt nee en niet. Oh, oké, sorry. Sorry, maar wie heeft je opgevoed? Dat is echt niet oké. Nee, 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 nee. Ja. Moet je opletten, moet je dichtbij komen. Oh, ik ga daar zo slecht op. Oh, ik ben dan zo blij dat ik niet zeg maar thuis zit. Oké, we gaan verder. Ik ben helemaal van... Ik weet niet. Door de kids? Ja. Hoe is het met je mannenzoektocht? Ja, goeie vraag. Hoe noem je dat ook weer? Die haarspray. Oh nee. Het gaat daar staan. Wat? Ai, yo. Dan heb ik jullie dus geweigerd. Dan denken jullie, hé joh, ik wil wel een foto met hem. Dus dan lopen jullie hier naartoe. Doe ik op een gegeven moment het ding zo dicht. En dan denken jullie, ah ja, oké, we krijgen toch geen, ze zijn toch niet meer open. Dus gaan jullie weer terug naar Martien. Oh. Ja, ga weg. Ga weg. Nee, het is niet leuk. Dat moet je niet doen. We zijn aan het filmen. Ik ga deze dicht. Niet met mijn kop. Stop met mijn kop. Nee, joh, wat de fuck is dit? Ik zweer, ze gaan gewoon door die poort heen. Ben je? Ja, ik ben er weer. Is kut, hè? Wat deden ze? Echt hard ook. Ze even dat honden dit kijken en denk, oh, dat ga ik ook doen, man. Ik ga ook varen. Oh, ik ga ook uit een. Zie je ze staan? Nee. Het is tijd voor de ladder. Jullie hebben deze prachtige ladder van huis opgehaald. Want jullie denken, hé, we laten ons niet zo makkelijk kennen. Jij mag erop. Moet je hem even helemaal uitklappen zo. Pak je telefoon en dan ga je filmen. Ja, ja, jongens, ze zit hier. Kijk, ik zit. Schat, kijk, daar op de... Waar? Ze stonden daar boven. Zie je? Daar, oh. Oi. Hey, weho. Vind je dat ik het aanpak? Want dan zijn ze, dan komen ze niet meer terug. Ja, nee, we maken het wel even naar af. Dan doen we gewoon alsof die kids er even niet zijn. Oh joh, die oh god. Oh, een van jullie klimt er overheen en doet dan de deur open en dan zijn jullie in de tuin. En dan doen wij het. Ja, top. En dan kun jij de deur van binnen open doen. Dan kunnen jullie naar binnen. Jullie zijn officieel ingebroken. Nu wordt het heel naar. Dus ik zeg, kom nou jongens, even die kant op. Kom, we gaan even naar buiten. En we gaan geen foto maken. Als ik hier een beetje bezig ben, Duke gaat naar binnen. Jij gaat ook naar binnen. Jultje is hier ook, dus jullie willen ook met haar op de foto. Dus jullie gaan de hele altijd door, nooit stoppen. Pas als ik het zeg. Hé, hey, wie doet? Yo! En toen was het moment daar. Mijn cameraman zou binnenkomen lopen en Jultje zou erachter komen dat ze beland was in een prank. Maar in plaats daarvan dacht ze dat ik geprankt werd. ja, ze snapte het niet helemaal. Ik word echt pist, hè? Ik dacht al, wie heeft deze kinderen opgevoed? Was dit voor mij? Was dit voor mij? Ik dacht dat jij voor de lul gehouden werd!
Oh, sorry. Oh, jij bent zo kut. Oh, sorry. Oh. Ik wilde het niet zo. Je was zo irritant. Zo, ik dacht echt in jatsen. Shit, ik dacht echt, oh, I'm out. I'm out. What the fuck. Toen ging ze er overheen springen en toen dacht ik...